Hallo, Wackdus Games. Mijn naam is Quentin Aaf, weer een nieuwe video, een nieuwe aflevering van Bewaking by Saints and Sinners. In deze aflevering gaan we iets een beetje anders doen dan dat we normaal doen. Normaal gezien gaan we natuurlijk het verhaal doen, wat dat is afgelopen. En we hebben de DLC natuurlijk, waar dat ik denk dat er geen verhaal in zit, omdat vooral de cage aan halen is, denk ik. Ik weet het niet. Wel, toch al is het de eerste aflevering. Dus ik weet niet of dat er nog verhaal gaat komen, of die we gaan sowieso uitspelen. Maar in deze aflevering gaan we iets totaal anders doen. Ik ga even kijken of ik zit op te nemen, want ik kreeg net een rare melding. Dat mijn microfoon moet ingeschakeld zijn ofzo, dus... Ik ga even kijken. Ik ben aan het opnemen. Ik heb mezelf al stiller gezet, omdat ik vandaag naar de school ga gaan. Vandaag gaan we naar de school gaan. De enge school, waar ik nog niet ben aangewezen, zelf niet in de story. Daar heb ik gewoon overgeslagen. Maar in die school zitten er redelijk veel dingen. Ik denk dat er 5 dingen in totaal zijn. Belangrijke ding. Een van die dingen is, we hebben een robot die kan exploderen. We hebben een coole hakbijl. We hebben een sleutel voor een speciale deur waar dat een proef boog kan inzetten. We hebben een code voor een Old Town. Of voor een Memorial Lane ofzo. Hebben we een code, of nee, in Old Town, I don't know. En we hebben er nog iets, dus we hebben daar echt 5 dingen. En dat gaan we vandaag gaan halen. De reden dat ik het nu doe, ik ging het eerst doen nadat ik dat heb uitgespeeld. Maar er komen meer en meer zombies en de school is kut eng en moeilijk om door te geraken omdat het donker is. En het is niet gewoon dat je in de gang loopt, oh hier klaslokaal, hier klaslokaal. Normaal gezien is het afgesloten, dan moet je echt door heel doolhof gaan denk ik, dus dat is kut. Dus wat we vandaag gaan doen, is daar naartoe gaan nu dat er nog niet heel veel zombies zijn. En alles gaan aan. Ik heb een map opgezocht op mijn gsm. Ik weet, er liggen 1 in de gym, het liggen er dan, de andere 4 liggen in de school. En ik ga het straks tonen op de map ook waar dat naartoe moet. Waarom de fuck ligt die gun hier? Jawel. We gaan beginnen met alles hierin te smijten. Kijk, deze gaan we ook kunnen. En hier, dat is de Ford & Pain. Die ligt hier ook. Het recipe hiervoor. Ligt daar ook in de school. Dus die gaan we ook gaan halen. Die mag hier blijven. Al die dingen heb ik vorige keer ook al gedaan. Dit is geen story. Hier ga ik gewoon achter. Deze hadden we hier gezet. Natuurlijk, die is dan hier ook gezet. Nice. Van de eerste aflevering. Volgende aflevering die helpt verder met de DLC. Ik ga langs die spijt opnemen. Nee, ik weet het niet. Ik kan ook zien dat we nog wel andere recipes gaan maken. Ik vind het wel cool om te maken. Of ja, de rest is te gaan halen. Dan hebben we dat toch tenminste allemaal gedaan. En we alle wapen hebben we zo uitdesten uiteindelijk. Fuck man. Man, hij is een bijraard, zijn arm en mijn arm. Ze is zo zwaar. Oké, we hebben het. Oké. Okay. Gaan slaan. Fuck. Het is nu zaterdag, ik ga waarschijnlijk van het weekend nog een paar afleveringen opnemen. Maar ik heb nog like, alle afleveringen klaarstaan van de eerste game ook. Dat nog uitlopen. Like, dat misschien pas wel een waarde zijn dat jullie echt rond het einde gaan zien. Maar voor mij is het al like, bijna afgelopen. Volgende week ga ik waarschijnlijk hem uitspelen, denk ik. Okay. Het is echt wel een zotte game. Ik weet niet, ik ben blij. Maar ik ga sowieso wel afleveringen opnemen af en toe als ik zin heb een keer. Wat hij ooit eens deze gaan we ook vinden. Ik weet niet of dat is waar we naartoe gaan dat we gaan vinden. Maar laat het zien. Deze hebben we niet nodig. Deze die gewoon kapot is. We hebben deze die helemaal gemaakt is. De gast had dezelfde gun dat we hele game niet aan het spelen. Dat is wel zot. Dus we hebben nog een revolver. Wat dan meer guns aan? Allemaal opgebruikt waarschijnlijk. Oké, die ga ik gewoon meepakken. En voor de rest hebben we hier aan mijn Lucille. Een katana, die bijna kapot is wel. Dus we gaan hem gewoon schoon hoor. Verder gaan we niks meepakken, denk ik. We gaan nog een mes maken, natuurlijk. Een goed mes. We hebben hier nog een normaal mes, die al bijna kapot is. Dus we gaan nog een goed mes maken. Die gaan we in die plaats steken en dan hebben we dit nog. En we gaan daar ook wat in brengen. Ik ga proberen om er niet te lang om te gaan. Ik ga even kijken. Reserve supplies secured in Rampart. Courtyard fortified. 421. Awaiting backup for exfil through East Side Narrow. Oh, shit. Taurus took the last one. Don't let it happen again. Medicine cache found.
The Ward. East Side Narrow. 717. Agitate. Via Corolla. Die lantaarn ligt gewoon aan. Misschien is de glitch. Misschien is het van de game gewoon. The Ward. Ik weet het niet. Northern Funnel. 113. Eradicate. Bywater. Ik ga ik praten als ze klaar is, man. Northern Funnel. Oh my god. 113. Eradicate. The Ward. Weapon Hall discovered. Via Corolla. Weapon cache confirmed. Rampart. Oké, ze is klaar. We hebben een klein probleem. Hoe zeg ik dit? Dus de school is in Rampart. Dat is hier, maar dat is ook de volgende missie van de DLC. Dus wel gelukt, dus vergeet wat ik heb gezegd over de missie die doen. We gaan de missie wel doen. Het is perfect, we moeten hier toch zijn voor de missie. Dit komt echt goed uit. Oh, deze ding kunnen we ook vinden, blijkbaar. Maar dat gaan we later doen. Dus dit is handig, we moeten hier toch zijn voor de missie. Dus wat we gaan doen, is vandaag toch de missie doen. Het gaat een lange aflevering worden waarschijnlijk, maar we gaan alle recipes vinden aan die missie. Het coole is, we gaan dus... Jave ding mee hebben. Maar het zijn allemaal recipes en zo en codes, dus ik denk dat we dat niet nodig hebben. Dus we hebben genoeg shit dat we kunnen meepakken eigenlijk. Het goede nieuws is, er gaan daar veel mensen zijn in de school zelf, dus gaan daar niet veel zombies zijn, denk ik. Let's go, I guess. Weet je wat, eigenlijk wil ik wel een bom nemen. Gewoon, je weet nooit dat we toch iemand sneaken moeten uitgaan. We gaan die eten kopen sowieso. Oh ja, shit, hij moest nog allemaal doen. Dit hebben we allemaal nu. Trouwens, je kunt hier alles laten liggen en het gaat niet wegspannen. Doe dat nooit, maar uiteindelijk wil ik dat toch wel gaan doen dan. Wat is dit? Dit is... Spannen even deze. Alles van dit is, dus we hebben dus lever action rifle, dat is niet dat we kunnen vinden, dus ik heb er al 4. Het zijn er 15 in totaal, als ik het goed heb. Ja, 15 in totaal zijn er, we hebben er al 5, 6, 7. Oké, chill. We hebben er nog 18. En deze is... Nurse's Office, dit kan goed zijn dat dat in de rampart is, dus dit kan zijn. Deze is sowieso in de school. Dat is nog eens 1 sowieso. Dat is 2, wat hier gaan we een sleutel vinden om hier naar in te gaan. En we hebben nog een code. Voor de Altown. Ik weet het niet. We gaan het zien, we gaan het zien. Ik heb de map, ik weet ongeveer waar het is. We gaan denk ik gewoon vertrekken. Nadat ik natuurlijk een keer mes heb gemaakt wat ik niet kan maken. Omdat ik check object heb gemaakt. Sharp objects. Fuck.
3 nodig. Dus dat gaan we sowieso moeten doen. Dus we hebben van alles veel, we hebben, kijk, dat boeit niet zoveel, die bovenste, maar we hebben sowieso sharp objects nodig, dat is het meeste dat we nodig hebben, en proteïne. Maar sharp objects hebben we sowieso nodig, dus dat gaan we sowieso voor kijken. Maar kijk, we hebben genoeg plekken voor over, oké. 34 denken we meer doen. We gaan nu eerst dit mes maken. Goeie nieuws is, we hebben nu dit sowieso, dat wil zeggen dat we meer geld hebben. En we hebben okay, onze pijlen al langer mee. Maar dit was één keer dood te gaan, of twee keer, de vorige keer. En dat was twee keer in heel de game, en dat was de vooravondering. Dus DLC is redelijk moeilijk. Dus het gaat waarschijnlijk wel zo wat moeilijk zijn hier. Gunstation boeit nu nog zoveel niet voor mij, omdat ik het niet veel gebruik. Ik wil vooral dus shafts gaan halen, dus we gaan even kijken wat dat er voor nodig is. Shafts en we nodig en shaft objects, dus dat is goed dat we dit hebben. Want dit hebben we echt heel veel nodig, dus we gaan over naar de rampart en we gaan zien wat er gebeurt. Ik hoop dat het meevalt, maar oké, okay. We gaan het zien. Ik weet niet, ik was aan het twijfelen om het alleen te doen, maar naar de school gaan alleen. Het sukt een beetje, ik dacht ik had mijn muziek deel zo bij af te leiden, maar deze school sukt zo hard, ik zweer het u. Het is echt niet leuk. Ja, daar, ik weet het eigenlijk niet meer hoe dat eruit ziet. Ik heb dat net eens in de gym. Het zag er minder erg uit dan dat ik... Like, ik was zien dat het een andere game was, maar ik weet nog, ben en Sinder zijn er een keer naar die school geweest. En, like, ik werd dat heel lekker. Like, er kwamen allemaal zombies af en het was like, heel dol. Dus ik hoop dat het meevalt. Kijk, dat is de gym. Hier moeten we eerst naartoe gaan, dus. Dit is de gym. Hier ligt er een in deze hoek, dus hier ligt er een. Dan hebben we hier 1, 2 en 3 en dan hebben we hier een 5. De courtyard gaat hier zijn waarschijnlijk. Wat we dus gaan doen is hier in deze gym gaan. Let's go. Andere kant erin, dan wel kunnen er hier niet of een of ander in. Kunnen er hier wel in. Okay, dat is handig. Okay, let's go, let's go. Ze gaan hier waarschijnlijk nog liggen, ik ken het voor je. Holy shit. Nou, helaas kan ik niet mee. Er zitten hier al 6 mensen, dat weet ik. We hadden trouwens geen shafts kunnen meepakken. Dus ik ga echt wel zoeken voor de... Oh ja, omdat... Oh shit, ga ik weer beter van... God, ik vind dat zo kut, hé. Die schoten, man. Oké, wat... Omdat we gaan moeten zoeken... Voor de cache waar dat er weer allemaal zo van die metaaldingen in liggen. Wat dat heel moeilijk te vinden is, normaal gezien. Dus we gaan dat meepakken. Allemaal proberen. Voedsel en zo is redelijk easy om te vinden, denk ik. Dus...
mee, maar... Dan gaan ze wel droppen als ze moeten droppen. Oh, ze moeten droppen. Waarom is dat zo moeilijk om hiermee te werken, man? Dat is een andere wie van Kenneth dat ik kende. Daarom is het anders. Dus dat, die man dat we daarnet hebben gezien aan Aar, dat zijn dus echt mensen dat Kenneth kende. Of ja, de Kenneth heeft vermoord daar. Voordat we hem vermoord natuurlijk. What the fuck is dat? Dus dit is de gym. Dat mag niet met huis. Ik voel op zit er hier. Een zombie. Dan, what the fuck is dat? Een baby. Natuurlijk weer een baby. Dus voordat we gaan weggaan, ga ik even kijken waar dat ze allemaal liggen weer. Ik zal hem geen zin kijken. Eentje ligt direct aan de ingang. Hier is. Gewoon even ze rondkijken.
fuck, okay. Oké, we zijn er. Sleutel ligt hier. Ik ga nog een keer kijken waar dan naartoe moet. Nee, hier, foto's. Helemaal op het einde. Kijk, goed, ze liggen hier en de laatste liggen hier. Dus hier moet je helemaal naar het einde gaan. Excuse me. Deze ruimte vind ik zo chill omdat er licht is. Ik weet niet waarom. Die ramen zijn niet echt heel erg licht. Maar toch. Het is niet hier, dus we zijn voor niks naar hier gekomen. Om te winnen. Dit is kunst. Zot. Het is minder een dolle dan ik dacht. Maar. Hier lag Kenneth. Momenteel niks. Ik ga even een deur dicht doen. En ik kijk op mijn gsm. Oké, wacht, ik ga even één hand vrij doen. Daar is mijn lijn toch? Even kijken naar die video dat ik net heb gekeken. En zien, of misschien heb ik hem al of ergens anders gevonden ofzo. Sure.
Oké, dus. Nu zit hij aan waar ik zit. Oké, we moesten de video even wel rapper laten. Dus dat ding dat we hem hebben gepakt lag daar. Maar kom op, laat ik een video, man. Fuck. Sorry, Wassen. I guess. Heb ik geen idee. Laat er hier twee. Maar we moeten dus nu naar de andere kant, naar hier gaan. Dat wordt leuk. We gaan waar ik ken het was. Want deze meepad we gaan waarschijnlijk kunnen gebruiken. Oké, okay, ja, dat is het zeker. En het lag daartussen natuurlijk. We gaan kijken wat een andere ingang is, wat zo te horen. Zullen we daar waarschijnlijk niet welkom. Maar ja, als we moeten gaan, we gaan natuurlijk. Nothing better to do. I think I can fuck with you guys. I'm sorry, but I think I can because I am the tourist that will fuck you all up if you want to or not. Because I am the tourist and you are just a fuckhound. The tourist girl and save the world. Tourist, tourist, tourist. Hier is, dus door die ingang. Waar dat we moeten kijken. We moeten trouwens ook oppassen wat ik was even vergeten. We hebben natuurlijk ook nog een missie dat we ook nog moeten doen. But where the fuck do I have to go to? Ah, let's go.
Het zou hier moeten zijn, nogthans, hè. Toch? En maar wat? We hebben net. Nu gaan we gaan. De missie. Kun je even een keer kijken gewoon. Could have sworn I saw something. Excuse me. Finally finished sorting through all the provisions that were in the crate. Most of them were waterlogged crap, but these meds are a good score. Can you imagine how pretty we'd be sitting if we'd actually gotten into the reserve? Goodbye, shitty salvage runs. The best score is these bandages, though. Better than anything we could get from that stingy bastard at the pond, King. I'm gonna go finish sorting through the good stuff in the library. Get off my feet for a bit. When you're off patrol, come get me for a smoke break. Not many smokes left that haven't been marinating in flood water. Would be nice to get a tobacco crate every once in a while, huh? Dobbs. Geef hem de sleutel dus. Ik zit hier even neer omdat ik niet wil alert worden terwijl ik zit op te zoeken zonder pakje. The Walking Dead. Location. Voor walkers, dus ik ga wel eens zeg maar. Het als het niet waar ik zin. Toen ga ik je kevelen. Ik ga niet even. Waar zit er dat iemand online zetten? De DLC is net uit. Oké, we gaan zelf zoeken. Lessen. Ik ga hier ook zijn. Maar oké, okay. Al pas. De keuken. Ik ga hier vlug doorgaan. Oh!
achterlokaal. Het is afgezet, dus het zou goed kunnen dat het hier is, toch? Waarom zullen we het afzetten als het hier niet zo zijn, toch? Oh my fucking god. Dobbs. Request noted. The reclaimed accept. No, you have done well. You may shed the stain of the tower and join us. We will arrive shortly. Shelter in the school to avoid our wrath. Keep your inferiors waiting for us, and you shall be rewarded. Oh, suckling pigs, their screams will warm me. The Skinner. Okay, the Skinner, that looks like a psychopath, okay. Okay, we have this allemaal. Die veel plaats met dit pad sowieso mee, dat is heel handig. Dit zou sowieso wel een keer kunnen breien. Dus ik ga hem vast doen. Deze wil ik wel gewoon houden en die ook. Dus we hebben alles wat we kunnen meepakken, denk ik. Nu gebruiken we dit om terug te keren langzaam. Dat er hier nog iets ligt. Niet dat we het kunnen meepakken, dus fuck it, we gaan kijken. Voor nou zelf alleen. We hebben redelijk veel shit wel gekregen. We zijn hier vlug weg. Thank you.
We zijn weer vlug weg. We hebben te haald. Dat is chill. Rennen kwam er bij veel kerels af. Maar vlug naar de resting place. Whew. Damn. Wajo. Oké, dat was iets anders, man. Wajo. Dat was effe verschieten, kerel. Toen kwam er bij veel afrennen. Oké, maar we hebben alles wat we nodig hebben. Stuur niemand. Kijken hoeveel opslag, hoeveel batterij dat nog heb. Nog genoeg. Dus wat ik ga doen is nog een aflevering opnemen die dag. Ik ga ze dat altijd tegelijk uploaden. Ik weet niet, ze doen waarschijnlijk wel wat langer deze aflevering, maar ja, we gaan het eens kijken waar deze recipe is. We hebben tijd. We hebben een paar andere recipes nog. Deze sleutel hebben we vandaag. Dit is wel eentje dat we nog kunnen lotten sowieso. Deze hebben we ook nog tanken. Weet je wat ik doe? We hebben het toe. Shit, we zijn die vergeten waarschijnlijk. We hebben iets gekregen van die paintings, misschien kunnen we het nog fijn ergens anders dan. Hoe dat ook, het was even wel leuk. Weet je wat, ik ga denk ik toch nog die opnemen, de volgende aflevering. Anders ga ik veel te lang doen om was weg te maken. Ik kwam wel veel shit. Kijk, weet niet, we krijgen hier. Helaas hebben we geen kleine shaft, maar kijk, dat is heel belangrijk dat aan boord komt op metal en zo, dat is het belangrijkste. En als we er super veel van hebben, dan kunnen we heel snel zo'n kleine ding. Ja, ook bedankt voor het kijken. Ik ga hier afsluiten. Tot de volgende keer. Ah ja, later.